als we gaan kijken naar de komende legislatuur, denk ik dat we het qua vrouwelijke parlementsleden wel heel goed doen. We zijn net niet met de helft van het Vlaams parlement als vrouwelijke parlementsleden. Dus we staan wel heel sterk, vind ik, op dat vlak momenteel. Maar ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn dat... Hoe moet ik het zeggen? Dat onderzoek hebben we ook uitgewezen dat vrouwen van nature uit ook minder geïnteresseerd zijn in politiek en minder interesse hebben om politiek actief te zijn. We kunnen ook niet ontkennen, en je mag zeker ook niet vergeten, dat een politieke carrière niet voor iedereen weggelegd is. Het is geen 9-tot-5 job. Het is niet dat je om 5 uur kunt zeggen, bon, we sluiten de deur en we zijn er vanaf. Politiek stopt ook niet in het weekend. Dus het is ook een heel harde wereld om in actief te zijn. Dus het is zeker niet voor iedereen weggelegd. En daarnaast komt ook nog kijken dat een van de meest onzekere jobs is. Hè. Je bent zeker voor 5 jaar en nadien word je afgestraft of beloond door de kiezer voor het werk dat je die 5 jaar gepresteerd hebt. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijke factoren zijn waarom dat vrouwen minder snel actief gaan worden binnen de politiek. Ik heb er verschillende. Ik kijk enorm hard op naar de sterke vrouwen binnen mijn fractie hier in het Vlaamse parlement. Dan denk ik aan Roos-Marijn Bekkers, aan Anke van der Meers, aan Carmen Reul, aan Suzy Wouters. En dan noem ik er nog verschillende niet op, dus ik zal waarschijnlijk onder mijn voeten krijgen volgende fractievergadering. Maar iemand heel belangrijk toch, vind ik Barbara Pas. Staat bij mij echt wel op nummer 1. Dus een heel sterke vrouw. Heeft ook jammer genoeg het verlies van haar man meegemaakt enkele jaren geleden. En nu is dat toch... Dat verlies heeft kunnen... Allee, dat zij toch daarmee is omgegaan en zo sterk hier in de politieke wereld staat, enorme dossierkennis, die ook echt heel enorm weegt op het communautair debat, kijk ik enorm naar op en kan ik alleen maar hopen dat ik in haar voetstappen kan treden later. En nu, buiten de politiek natuurlijk, ja, mijn mama, anders zou ze kwaad zijn, moest ik haar niet vermelden, denk ik.